Er waren zoveel fans dat iedereen die wilde op en in dat busje. Dat hele busje ging zo heen en weer. En toen zijn we door de politie ontzet. Dus uiteindelijk hebben ze die hele menigte uit elkaar gedreven. Ja, soms was het wel spannend. Dit is Goede Tijden, Zomertijden. Met vandaag hele leuke gasten. Bij mij aan tafel Babette van Veen. Die natuurlijk sinds 1990, het begin, al de rol van Linda Dekker speelt. En heel veel heeft meegemaakt in Meerdijk. En hier ook aan tafel de bad guy uit de beginjaren van GTSD. Casper van Bohemen, oftewel Frits van Houten. Wat leuk dat jullie er zijn, allebei vandaag. Ik begin bij jou, Babette, want jij was al vanaf 1990, hè? Oktober ja. 1990 zat jij al in de serie. Laten we meteen even naar beelden gaan kijken. Laten we teruggaan naar seizoen 2. Een scène waar Linda en Arnie bedreigd werden eigenlijk door Herman Hogendoorn. Want die was er behoorlijk zuur van dat Linda hem niet meer wilde. Ja, vooruit, hou op met dat kinderachtige gedoe. Laat me los! Trek je jas. Wat een geschreeuw om Arnie. Het gaat om je toekomst, Linda, alsjeblieft. Klootzak! Met laten los, man! Knappe mannen lopen nog steeds in een ontbloot bovenlijf. Dat is bij ons ook altijd zo. Dat is nog steeds. Ja. Al die jongens die binnenkomen, die de hele dag in de sportschool staan en die er super goed uitzien. Oh ja, dat wordt heel serieus genomen. Ja, je wilt er goed uitzien. Ik weet niet, Reinoud heeft ook wel eens wat buikspiertjes bij laten schminken, volgens mij. Oh, de blokjes erin laten, ja. Maar ik vind, weet je wat ik zo grappig vind om te zien? Kijk, als je die leeftijd hebt, dan doe je dat gewoon, maar dat je gewoon... Ik was echt heel jong en hij was echt heel oud. Dat was toen eigenlijk, was daar geen ophef over? Ik vind het echt, als ik dat nu zie, dan denk ik bijna jeug. Dat is toch, hè? Ja. Extreem leeftijdsverschil. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, ik vind het gewoon heel leuk om te zien, ja. Ja, want jij zat er natuurlijk ook echt vanaf het begin af aan bij. Met de hele garde, hè, die natuurlijk toen zo groot zijn geworden in GTSD. Ja. Op een gegeven moment ontstond er natuurlijk ook de meidengroep, Linda, Roos en Jessica. Wat weet jij nog van die periode? Want jullie waren popsterren. Wat wel grappig was, was dat... We kwamen dus uit goede tijden, maar toen werd het zo'n groot succes... dat eigenlijk iedereen heel bang was dat het goede tijden zou bedreigen. Of dat het onze baan binnen goede tijden zou bedreigen. Ja. Dus toen mochten we dan eigenlijk niet optreden. En dat gingen we dan natuurlijk stiekem wel doen. En dan stond je dus tot midden in de nacht ergens in een discotheek. En dan in het busje je teksten leren. 's Ochtends vroeg opstaan en weer gaan werken. En ja, dat waren wel, anekdotes. Ik kan me herinneren dat we een keer op de Nijmeegse Vierdaagse waren. En dat we in een busje zaten. En er waren zoveel fans dat iedereen die wilde op en in dat busje... Dat hele busje ging zo heen en weer. En toen zijn we door de politie te paard ontzet. Dus uiteindelijk hebben ze die hele menigte uit elkaar gedreven. Ja, ja, soms was het wel spannend. Ja, nou ja, en een belangrijke verhaallijn in die tijd was natuurlijk de driehoeksverhouding tussen Linda en Arnie en Roos. Jij was de bitch. Jij was degene die dit leuke stel uit elkaar dreef. Kan jij nog herinneren hoe dat was? Ja, ik heb daar echt zo'n leuke tijd ook mee gehad. Ik kan me ook herinneren dat er was iets, Arnie ging weg of zo, er ging iemand weg en er was een scène op een kade. En daardoor zaten wij dus een week op een cruise met Sabine en Ferry, Guus, Reinoud en ik, om dus ergens op een kade die scène op te nemen en misschien nog één of twee dingen. En toen hebben we ook zo vreselijk gelachen. Het was altijd zo, met Reinoud was altijd lachen, gieren, brullen. En die was ook heel gek op Guus. Overal waar we gingen eten, ging die dan tegen de baas van het restaurant zeggen... Ja, zij is jarig. Dus altijd, al gingen we maar een broodje eten of een ijsje eten... kwam er iemand met een taart of iets ontploffends. En al het personeel kwam altijd zingen. En nou, dat was wel echt... Ik weet niet, hij maakte altijd overal een feestje van. Ja. Nou, in 1998 kwam er een eind aan zowel Linda, Roos en Jessica als aan jouw tijd voorlopig dan in GTSD. Hoe vond jij dat? Nou, ik was ook mede door Linda, Roos en Jessica best moe. Het was natuurlijk als een soort van grap begonnen en op een gegeven moment moesten wij echt gaan concurreren met weet ik veel, de opkomende Spice Girls en weet ik veel wat. En, op een gegeven moment was het eigenlijk niet meer zo grappig of zo. En toen dachten we, ja, weet je, hoe ver kan je dan gaan? Misschien is het nu wel gewoon mooi geweest. Ja. Maar toen was ik ook wel echt kapot. Dus toen ben ik ook
gestopt met de serie omdat ik wilde trouwen en ik dacht aan kinderen. En toen dacht ik, nou, dat was gewoon weer een nieuwe periode in mijn leven eigenlijk. Ja, maar gelukkig kwam Linda weer terug. Ja. In 2015 met haar twee kinderen Sam en Rover. Hoe vond je dat? Ik ben natuurlijk zelf op een leeftijd dat als je ergens speelt, een andere serie of een stuk of zo, je bent bijna altijd iemands moeder. Ik weet niet, vrouwen van mijn leeftijd zijn wat dat betreft gewoon het bokkie. Dus ik dacht van, ja, tuurlijk. En ze wilden een nieuw gezin. En toen dachten ze van, nou ja, zou het dan niet leuk zijn als we die moeder al kennen? En dan kunnen we de twee leuke kinderen bij meenemen. En dat was ook gewoon echt een hele leuke tijd. En ja, zoals ik vroeger ook een paar keer ben gestopt, ja, willen zij natuurlijk ook weer andere dingen doen. En ja, het was lastig om afscheid te nemen. Maar goed, ja, weet je, zo gaat dat. Ja, nou ja, jullie zijn alweer druk aan het draaien nu voor het nieuwe seizoen. Wat staat Linda te wachten in het nieuwe seizoen? Ik ben aan het studeren voor mijn doktersassistentenopleiding. En ik voel me daar als een vis in het water. Ja, en dan maak ik allemaal nieuwe vrienden. En dat wordt nog heel spannend. En als mensen zich afvragen waarom ik zo hink, dat is omdat ik 9 weken geleden mijn kruisbanden heb gescheurd in mijn knie. Hoe is dat gebeurd? Ja, het is echt zo'n stom huis, tuin en keukenongeluk. Tijdens het wandelen met mijn hond ben ik eigenlijk zo gevallen. Dus precies, mijn kuit bleef staan en mijn knie ging naar links. Dus ik heb echt een tijd niet kunnen lopen en met een brace gelopen en revalideren en toestanden. Dus als mensen denken, wat is er aan de hand? Nou, dat was het. Dan is dit wat er met jou gebeurd is. Nou, dat is goed om te weten. Dan houden we dat in ons achterhoofd. Dan jij, Casper. Frits van Houten was natuurlijk de bad guy in de begintijd van GTST. Ja. Martine Hafkamp, hè, dat was hij een tijdje mee samen. Ja. Maar dat liep niet altijd even goed tussen die twee. Want hij was er niet echt blij mee toen Martine hem vertelde dat ze zwanger was. Ons kind. Houd erop met die walgelijke praatjes. Ik geef nog liever alles weg wat ik heb, dan dat jij me de vader kan noemen van jouw kind. Blaas erop! Jezus, nog lang geleden. Jong koppie, hè? Jezus, ja. Ja, echt. Hoe was dat om zo'n slechterik te spelen? Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Kijk, een slechterik heb je altijd sowieso iets extra's. En wat maakt Frits zo'n goede slechterik in jouw ogen? In eerste instantie zag ik hem als een totale nerd. En ik vond ook in het begin, dat wilde ik hem eigenlijk alleen maar chocomel laten drinken. Maar dat bleek toch moeilijk te gaan, omdat je de sponsoring wilde toch dat ik whisky dronk. En dat zijn kleine, nou goed, uiteindelijk kom je erachter. Ik was in het begin nogal verbeterd. En later dacht ik, nee, ik moet hem anders gaan spelen. En toen ben ik hem veel vrolijker gaan spelen. Dus iemand die met een glimlach de meest verschrikkelijke dingen deed. Ja. Nou goed, dat werd misschien wel een beetje het handelsmerk van Frits, ja, denk ik dan. Ja, dus dat hij eigenlijk met een glimlach tegemoet kwam. Ja. En de meest verschrikkelijke dingen deed. Nee, in 1995 werd Frits vermoord. Ja. In bad. In bad. Dat was de duizendste aflevering, geloof ik. Duizendste aflevering. Okay. Toen ging ik eruit. Ja. Wat herinner jij nog van die scène? Ik herinner me ervan dat het bad lekte tijdens de opname. En ze hadden voor het decor het bad roze geschilderd. En ze dacht, nou, die scène kan wel eens lang duren. Hij kan wel 2 uur erin liggen. Dus ze hadden het water heel heet gemaakt. Mm-hmm. Dus ik zat echt te stomen van de hitte. En dat bad ging een beetje korrelen. Dus op een gegeven moment had ik al van die roze korrels overal drijven. Dat hebben wij nooit gezien overigens, als kijken. Nee. Nou goed, en ik had op het laatst knijpt Frits, in die scène knijpt hij een glas kapot. En dat was suikerglas. Mm-hmm. En er waren er maar 2 van. Dus ze zeiden van ja, dat moest. Nou, je had het maar. Het kon maar 1 keer misgaan. Ja. En nou goed, dus. Is goed gegaan, dus ja, uiteindelijk. Ja. En 10 jaar later kwam jij dan terug als Hans van Houten, de tweelingbroer van Frits. Ja. Hoe was die comeback voor jou toen? Nou, daar moest ik even aan wennen ook. Nou goed, bij Hans hadden ze wel gezegd, nou, die tweelingbroer. Dus ik wist wel ongeveer wat voor iemand dat was. Maar hij was eigenlijk een slap aftreksel van Frits. Hij was eigenlijk iemand die, hij wilde een Frits zijn, maar hij kon het niet zijn. Hm. Dus, nou ja, goed, dus ik wist natuurlijk wie Frits was. Ik dacht, nou oké, dan moet ik hem misschien maar spelen dat het net niet lukt steeds, wat dan ook. Ja. Jij bent inmiddels natuurlijk al een hele tijd uit de serie, al 15 jaar. Heb jij ooit wel eens gedacht, ik zou wel toch weer terug willen? Ik heb het wel eens gedacht, hoor. Lief van je. Ik heb het wel eens gedacht, ja. Ja. Was ik ook dacht, ja, hoe zou dat nou zijn? Maar ook weer niet echt heel erg. Dus ik heb er niet echt serieus over nagedacht.
Ik hoor toch niet nooit bij. Nee, je moet ook nooit zeggen. Nooit. Het zou toch wel een stunt zijn als Frits van Houten ergens weer gewoon een deur opendoet. Wil ik wel trouwen met Babette Fourré. Oh, dat moeten we dan even regelen. Leuk. Die laten we dan nu even meteen noteren. Babette, zingen is ook een hele grote passie van jou. Ben jij daar nog op een of andere manier mee bezig? Heb jij plannen op muzikaal gebied? Ik had dus plannen voordat ik teruggevraagd werd. Ik had net een theatershow gemaakt in mijn eentje, samen met een pianist. Vond ik echt superleuk. Dus ik dacht, nou ja, dit is gewoon wat ik ga doen. Ik word gewoon cabaretier. En toen werd ik teruggevraagd. Toen dacht ik, ja, jemig, hoe moet dat dan? En toen dacht ik, nou ja, nee, ja, soap is toch wel echt een hele grote liefde. Maar ik kan niet, weet je... Je staat 's ochtends om 7 uur, zit je in de make-up en in de loop van de dag ga je ergens naar huis. Ik kan dan niet meer naar Leeuwarden rijden om 's avonds nog te pieken. Dat trek ik gewoon niet. Nee, je hebt ook nog kinderen. En ik heb ook nog kinderen en die willen dan ook wel eten en zo, heel flauw. Ja. En dat ik hun kleren was en die dingen. Hoe vinden jouw zonen het dat jij in GTST zit nu? Want ze zijn nu natuurlijk wat ouder. Oh, die vinden dat helemaal niet interessant. Nee, die vinden eerder dan... mijn oudste die vindt het eigenlijk allemaal... Nou, die vindt eigenlijk helemaal niks. En mijn jongste vindt het dan echt wel lastig dat ik bekend ben. Want ja, die wil ook eigenlijk met mij niet winkelen of zo. Want ja, die vindt het gewoon heel vervelend dat mensen dan constant aan je mouw trekken. En mag ik met je op de foto? En wil je dit? Wil je dat? En ja. Hij zegt, ja mam, ik ga gewoon met jou niet ergens heen, geloof ik. Ja, ik begrijp het wel. En die leeftijd ook, dan ja, zit je daar gewoon niet op te wachten. Nee, hij zit er gewoon niet op te wachten. En hij vindt het leuk dat ik een leuke baan heb waar ik heel erg veel van geniet. En maar zelf voor hem hoeft het allemaal niet zo. Nee, dat begrijp ik ook wel. Casper, je bent heel erg druk met toneel. Ja. Maar ik begrijp dat jij ook een documentaire hebt gemaakt. Ja, dat was... dat is zeker. En dat was heel fijn om te maken. Ik ben gevraagd door het Haagse gemeentearchief om een serie te maken over de Tweede Wereldoorlog. En toen zei ik van ja, goed, dat ga ik doen. En dan, ik mocht de research doen in het archief zelf. Bijzonder. Daar heb ik dus enorm veel materiaal verzameld om daar een serie van te maken. En toen sloeg die corona toe. Ach. Maar het kwam voor mij uitermate goed uit. Want ik heb in die maanden heb ik dus al dat materiaal kunnen verwerken in 10 afleveringen. En daar heb ik een korte 10 aflevering van gemaakt. Wat een bijzondere klus. Ja, het was heel bijzonder. En ik vond het heel indrukwekkend om te maken. En ja, een verrijking. Ja, ik vond het heel erg leuk om jullie allebei hier te gast te hebben. Dank jullie wel. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Goede Tijden, Zomertijden. En dan zijn hier in Hotel de Rozenboom bij mij te gast Cas Jansen en Victoria Koblenko. Ik heb daar heel veel zin in. Leuk. Weer zulke mooie verhalen. Tot dan.